Jurgen, en we gaan het even hebben over het artikel dat net is verschenen in het AD over de omroepdirecteur van WNL. Dat zal niet in Nederland een hele bekende man zijn hier op het Mediapark natuurlijk wel. Maar er wordt al langere tijd ook met het rapport van Rijn natuurlijk geschreven over de werkcultuur binnen de publieke omroep. WNL is daar één van. Kwam niet heel goed uit het rapport van Rijn. Daar is toen niet echt actief op gereageerd vanuit de omroep. En eigenlijk zeggen de mensen die hebben meegewerkt aan dit artikel, nou, dan gaan we nu toch ook hieraan meewerken met naam en toenaam. Dat is niet vaak gebeurd. Eva Jinek, Roos Mogré, Leonie ter Braak hebben zich uitgesproken over hoe zij het werken bij WNL hebben ervaren. Wij hebben het net allemaal gelezen. Wat viel jou het meeste op? Wat mij vooral opviel is dat heel wat mensen geen idee hebben wie Bert Huijtjes is, maar dus dat hij nu wel aan de schandpaal, de publieke schandpaal, wordt genageld. Zijn reactie vond ik weinig reflectief. Maar dat is waarschijnlijk ook voor de generatie van Bert. En waar hij van rang op is, het waarschijnlijk ook, we moeten zeggen, representatief tegenwoordig. Ik heb oprecht het gevoel dat Bert niet doorheeft wat hij met zijn gedrag teweeg heeft gebracht. Mm-hmm. Wat hij mensen heeft aangedaan ermee. Want laten we heel even zeggen wat er wordt gezegd. Dus 94% heeft last van pestgedrag, bleek al uit het rapport van Rijn, hè, binnen de omroep BNL. Mevrouw zei toen dat ze dat las, dat is iedereen. Ja, dat is zeg maar iedereen. Ja. Van de mensen die mee hebben gedaan. Ja. Hè? Dus niet iedereen aan het rapport van Rijn. Maar hier werd gezegd, hij zou zich sinds zijn aantreden als bestuurder en hoofdredacteur stelselmatig schuldig maken aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie. Bijvoorbeeld wat Leonie ter Braak dan zegt. Ik voelde me zeer kwetsbaar tijdens mijn verlof. Het contractvoorstel waarin stond dat ik zou terugkeren werd nooit getekend. Een week voor mijn terugkeer was ik mijn soloplek op televisie kwijt en werd plots voorgesteld om voorlopig nachtradio te gaan maken. Jij hebt ook ooit een pilot opgenomen bij WNL. Herken jij iets van dit gedrag? Nee, ik moet dat heel eerlijk gezegd, herken ik echt niet. Maar ja, nogmaals, ik heb op een andere manier met Bert samengewerkt. Dus ik kan het helemaal niet zeggen dat dit niet waar is wat er gebeurd is. Ik zal de laatste zijn die dit gaat ontkennen. Maar nogmaals, het heeft ook te maken met een generatie televisiemakers en redacteuren die dit echt niet doorheeft wat hun gedrag teweeg brengt bij mensen. En ik hoop echt dat Bert gaat reflecteren en dat hij hier ook goed gaat over nadenken. Want alleen maar zeggen, ja, maar mijn deur staat toch altijd open, dus bij mij kon je altijd binnenlopen. Het is een reactie van Bert. Ook de huidige en oud-medewerkers die zich onheus behandeld hebben gevoeld en dat willen bespreken, zijn altijd welkom. Ja, die zijn altijd welkom dat te doen. Maar ja, als je een bepaalde sfeer creëert waarbij als je je mond openmaakt, dat je dan direct daarop wordt afgerekend of een sneer krijgt of whatever, ja, dan mag die deur wagenwijd openstaan. Ja. Je gaat de deur niet binnen. Nee. Je gaat de deur niet binnenlopen. En nogmaals, we leven ook weer in een omroep waarbij, of in een wereld, de omroep waarbij mensen afhankelijk zijn van tijdelijke contracten. Dus je gaat niet zo makkelijk tegen iemand in, wetende dat je volgende contract niet meer hebt. En daar wordt ook mee geschermd, heb ik begrepen. Het niet verlengen van contracten of dat je op de reservebank werd gezet of whatever. Ja, we hebben hier discussies, werden vaak de kop ingedrukt, zegt Floris Sprenger, een eenvandaag journalist. Hij was nog eindredacteur bij Goedemorgen Nederland. Bert zei na mijn kritiek, mag ik je eraan helpen herinneren dat je hier een tijdelijk contract hebt. Ja. Hoe heb jij het gelezen, Tim? Ik denk zoals jullie. Ja? Ja. Maar wat valt jou het meeste op hiervan? Los van natuurlijk dat mensen met naam en toename. Dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Ja, dat is vrij uniek. Ja. Veel vrouwen de dupe. Wat ik hier zie, hè. En wat journalistieke keuzes die ik heel twijfelachtig vind. Bijvoorbeeld het gesprek van Wierd Duk, wat ze aanhalen. Waarin Wierd, moet ik het even goed... Ik zal het even voor je zeggen, ja. We lezen dat Huijtjes kritische vragen voor bepaalde mensen uit de draaiboeken haalde. Telegraafjournalist Wierd Duk pleitte in een programma voor het behoud van standbeelden uit het koloniale verleden. Hij moest volgens Huijtjes gelijk krijgen en mocht niet kritisch worden bevraagd. Vind ik pittige keuzes. Mm-hmm. Ja, dat valt mij op. Zeker Wierd Duk, als er iemand is die kritisch naar de hele wereld zich durft te uiten, dan kan je wel uitdelen, maar niet incasseren. Ik vind het raar. En dit zeker zo'n issue, vind ik, dan moet je echt je redactie de vrijheid in laten om daarover hun eigen mening te kunnen. Ja, daar zullen toch ook wel statuten voor zijn, zou je zeggen, toch? Ik bedoel, onze producent die hierboven zit, die hoeft echt niet zomaar de redactie op te lopen. Dit gaan we doen. Dan is het een prettige dag verder en tot ziens. Met alle respect, overigens. Ja, kan ik goed overleggen, hè? Maar verder hoop ik dat goed geregeld is. Maar dat weet ik niet. Nee, dat weet je verder niet. Eva Jinek wordt er ook nog in genoemd. Hè. Zij wordt 11 jaar na haar vertrek nog altijd nerveus en aangedaan als het over Huijtjes gaat. Dus het is niet voor niets dat ik daar zo kort heb gewerkt. Dit is nu even het stuk wat er ligt. De NPO heeft ook al gereageerd. En die komen eind maart met een actieplan op basis van het rapport van Rijn. Wat denk je dat er sowieso in moet staan?
Nou, laten we zeggen, we hebben het nu over WNL. Hè? Maar onze omroep heeft natuurlijk ook al lang, is lang over de tafel gegaan. Nee, zeker. Korte contracten zitten natuurlijk bij alle omroepen. Ja. Korte contracten. En ik denk wat belangrijk is, dat haalde jij net al een beetje aan. Dus Bert zegt hier, mijn deur staat toch altijd open, maar het is heel moeilijk om daar naar binnen te stappen. Ja. John de Mol zei ooit bij ons, vrouwen, trek aan de bel. Maar wat je daarmee doet, is eigenlijk de verantwoordelijkheid bij slachtoffers leggen. En mensen onderaan de ladder eigenlijk, de machtsladder leggen. En ik hoop, dat hoop ik eigenlijk bij ieder instituut, of dat nou NPO is of een grote bank of waar dan ook, dat we niet werkgroepjes gaan maken met bijvoorbeeld vrouwen die gaan leren hoe word je... Moet ik assertief hoe word ik weerbaar? Nee. Maar werkgroepjes met mannen, hoe rand je niet een vrouw aan? En dat je leidinggevende cursussen geeft, hoe zorg je dat er een sfeer en een cultuur heerst waar iedereen... Dit is leadership, je hebt waar iedereen wat kan zeggen. En dat gaat eigenlijk over welke treden sta je nou op de machtsladder. Zo zie ik dat in ieder geval. En het is goed om de verantwoordelijkheid boven aan te leggen. Jij zegt eigenlijk, hij heeft het van zichzelf niet in de gaten. Er zijn twee mensen die zeggen, we herkennen ons helemaal niet in dit verhaal. En dat zijn presentatoren Rick Niemann en Sven Kokkelman. Ja. Dat is natuurlijk ergens ook opvallend. Hè? Dus eigenlijk dat al die vrouwen die aan het woord zijn, die zeggen, dit was eigenlijk niet te doen. En dat die twee mannen zeggen, geen idee waar dit over gaat. Nee, maar je moet ook kijken naar de rangorde weer, de pikorde hier. Als je praat over Sven Kokkelman en Rick Niemann, daar gaat geen enkele eindredacteur tegen tekeer vanwege de status die ze hebben. Alles en zo, noem maar op. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Ik bedoel, ik vind Bert echt een hele amabele man. Ik kan geen kwaad woord over hem zeggen. Daarom zeg ik ook, ik hoop dat hij gaat reflecteren en begrijpen wat de impact is van zijn gedrag. Want daar begint het mee. En het is niet alleen Bert en Sofie. Dit gebeurt over de hele linie. Ja. Dit zie je in ziekenhuizen gebeuren. Je ziet het op de Zuidas gebeuren. Kijk, de publieke omroep, die wordt nu naar buiten gebracht. Maar het is echt een cultuur die we met z'n allen gewoon naar moeten kijken in Nederland. Ja. Maar hoe dan eigenlijk? Nou, ik hoor jou zeggen eens, Ron Keller. Maar de vraag is natuurlijk van, want dit rapport was al eerder, dat onderzoek loopt al een tijdje. Ja. Bert is nou eenmaal de grote baas van WNL. Je hoort het al wel gonzen, maar er is niet in de tussentijd niet iets veranderd. Dus... Ja, maar die dingen veranderen ook niet zo snel. Je praat over een cultuursverandering, het gedragsverandering. Dat heeft tijd nodig en dan moet je echt... We moeten met het open vizier met elkaar in gesprek gaan. En dat doe je alleen maar met een koud hoofd en een warm hart, zeg ik altijd. Maar op het moment dat je het op rancune gaat zoeken en mensen gaat proberen te cancelen of alles, ja, dan moeten we heel Hilversum gaan cancelen zometeen. Nou ja, het is wel goed, denk ik. Ik hou niet zo van de term cancelen, maar als je wel mensen ter verantwoording roept... Ja. Ja. En dat de NPO ook in de spiegel moet kijken, zitten de juiste mensen nog op de juiste plekken binnen iedere omroep. Mm-hmm. In plaats van, we laten die mensen... Iedereen verdient een tweede kans, maar je hoeft niet altijd het nest wat je ondergescheten hebt zelf op te ruimen. Soms moet iemand anders dat doen. En ik heb daar verder geen orde over. Nee, maar daar ben ik met je eens. Sowieso. Ja, mensen moeten verantwoordelijkheid hebben. Het mag iets rigoureuzer dan zelfreflectie en 10 rapportjes. En dan gaan we wel eens even kijken hoe het loopt. We gaan zien wat er in het actieplan van de NPO komt te staan. Heel benieuwd.